De problematiek rondom de netwerkcapaciteit van Liander in onder andere Noord-Holland zal volgens Liander tot 2025 voortduren. Voor de gemeente Alkmaar is de problematiek nu actueel op de Meer, specifiek voor het nog te ontwikkelen zuidelijke deel. Daar wordt deze maanden een flink stuk grondbouwrijp gemaakt. Voor het havengebied wordt dat voorbereid. Bedrijven hebben niet alleen grond nodig, maar ook stroom. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein staat ernstig onder druk, indien nieuwe vestigers met groot verbruik geen toegang krijgen tot elektriciteitsleverantie. Ook is er een te verwachten effect op de voortgang voor de woningbouwambitie voor het Alkmaars kanaal, indien bedrijfsverplaatsingen belemmerd worden. De gemeente Alkmaar gaat partijen in het Energy Innovation Park op de Boekele Meer betrekken bij het vinden van oplossingen. Overigens kan de oplossing niet alleen van bedrijven of de gemeente komen. De provincie Noord-Holland en Liander dienen betrokken te zijn om een effectieve en duurzame oplossing te realiseren.